Wil jij kans maken om mee te doen aan het Junior Songfestival en op te treden voor miljoenen kijkers? Maar vind je het moeilijk om zelf een liedje te schrijven? Singer-songwriter Kirsten Snijder kan jou hierbij helpen. Ze heeft al heel wat bekende liedjes geschreven en werkt samen met bekende artiesten. Ze weet dus precies hoe je een liedje maakt. In de Junior Songwriter School legt Kirsten stap voor stap uit hoe je jouw eigen nummer kan schrijven en hoe je het beste kunt presenteren in jouw auditiefilmpje. Deze aflevering gaat over het schrijven van een songtekst. Als je een onderwerp hebt en je hebt een woordspin, dan moet je het natuurlijk doorwerken tot een tekst. Dus je moet hem uitwerken. Ik heb bijvoorbeeld al de BFF overgeschreven, The Best Friends Forever. En ik vind jij en ik vind ik heel leuk. Dus dat wil ik sowieso in mijn liedje. Ik ben niet meer alleen, dat vind ik ook wel een goeie. Dus we zijn samen. En zo zie je dat ik langzamerhand een heel lijstje krijg. En dan dacht ik dat ik het refreintje wel hiermee wil beginnen. Dus met best friends forever. En dan kan ik kiezen, want ik heb een heel lijstje met zinnen hier staan. En ik wil jij en ik, wil ik. Jij en ik. En dan moet ik iets hebben wat rijmt op forever. Best friends forever. Jij en ik, samen staan we sterker. En dan wil ik weer die best friends forever. Ja, die wil ik gebruiken, nooit meer alleen, want dat vind ik wel een mooi einde. Wat ruimt er op alleen, heen, steen, geen, met jou om me heen werkt. Met jou om me heen. Ben ik nooit alleen. Nou ja, toen ik mijn liedje ging schrijven, heb ik wel echt nagedacht over dat het moet schrijven eigenlijk. Want ik ging ook echt opzoeken op internet en zo, wat er allemaal met elkaar rijmde en zo. Dus ik heb wel echt gekeken of het allemaal klopte. Maar het hoeft eigenlijk niet. Maar ik heb het wel gedaan. Als je kijkt naar alle liedjes binnen Junior Song of gewoon ook überhaupt daarbuiten, dan zie je dat sommige liedjes wel rijmen en sommige eigenlijk niet. Dus je kunt kiezen van, goh, ik ruim de eerste twee zinnetjes. Of ik ruim de tweede en de vierde zin met elkaar. Of ik ruim helemaal niks. Of ik ruim alleen de klinker. Dus er zitten eigenlijk best wel grote verschillen tussen. En als je dan bijvoorbeeld denkt aan Live Life van Sarah en Julia. Dus die tweede en die vierde zin rijmen op elkaar. En dan ga je naar de coupletjes kijken en daar zingen ze. Daar rijmen dus de eerste en de tweede zin op elkaar. En dan krijg je. Over politiek en meer, waarom moet dat elke keer? En dat zijn dan zinnetje 3 en 4. En die rijmen dan ook weer op elkaar. Stel, ik wil gewoon iets zeggen en ik heb geen idee wat erop rijmt. Nou, dan doe je dat lekker niet. Ik kan me herinneren dat het liedje van Kim, van het Junior Song Festival, daar wordt eigenlijk ook bijna niet gebruik gemaakt van rijmschema's of woordjes die op elkaar rijmen. Daar wordt gewoon een verhaal verteld. De zon schijnt door de ramen. En ik denk meteen aan haar. En nu zie je dat mijn tweede zin rijmt op mijn vierde zin. Die rijmt met die. En die rijmen dan bijna. Dus hier heb ik klinkerrijm. Dus de S zijn hetzelfde en het R. Dus forever en sterker klinken bijna hetzelfde. En op het einde heb ik een eindrijmpje gebruikt. Dus met jou om me heen ben ik nooit alleen. Dus die rijmen ook weer op elkaar. Mijn liedje rijmde een soort van, zeg maar, dat de woorden klopten wel. Maar als je het naast elkaar zet, dan rijmt het eigenlijk dus gewoon niet. Maar dat zijn van die woorden waarvan je denkt, volgens mij rijmt dat of zo. Maar ik denk dat het gewoon, dat je een beetje moet zoeken naar woorden die dezelfde klanken dan hebben of zo. Dat het anders dan klinkt het niet echt zo goed. Wat ik zelf heel fijn vind, is dat als ik geen idee meer heb waar het op rijmt, dus dan ga ik altijd even online kijken. Je hebt rijmwoordenboeken. Die heb je trouwens ook gewoon echt als boek, maar je hebt ze ook online. En dan typ je een woord in en dan krijg je allerlei verschillende antwoorden die daarop rijmen. Dus woorden met 1 lettergreep en met 2 en met 3. En dan kies je daar zelf uit van, goh, hé, dat woord wil ik gebruiken. Hoi, ik ben Eline en mijn vraag is hoe lang de zinnen van een liedje moeten zijn, want mijn liedje loopt soms niet helemaal lekker. Ik zorg dat het metrum van mijn liedje klopt, dus dat mijn zinnen lekker op elkaar aansluiten en dat ze ook niet, dat er niet de ene zin veel langer is dan de andere. Want heel vaak krijg je dan hele rare situaties en dat klinkt dan ook niet lekker, dus het zingt ook niet zo fijn. We zijn nu bijna klaar met de tekst, dus nu is de volgende stap het op muziek zetten van deze woorden. En heb jij nou tips en tricks nodig voor hoe je die muziek maakt of bedenkt of hoe je dat toepast op je tekst? Check dan even een van de andere filmpjes.